Sommige mensen vinden dat ik misschien te optimistisch ben, maar aan de andere kant, er moet iemand mee bezig zijn. Er moet iemand mensen motiveren om ook te laten zien dat het ook anders kan. Waar is mijn professionele carrière begonnen? Die is eigenlijk begonnen in het buitenland. Ik heb daar kinderanimatie gedaan, maar ook wat andere animatie in het hotel. En daar heb ik enorm leren zelfstandig zijn, want ik kwam daartoe. Niemand was op de hoogte van mijn komst. Het programma, ja, trek uw plan. Dus daar heb ik leren voor mezelf opkomen. Ook om kinderanimatie niet zomaar een hoekje te laten drummen, maar echt geëist van kijk, kinderen, dat is een deel van het gebeuren. Dat mag ook in het midden van een hotel zijn. Dat hoeft niet ergens in een verloren hoekje aan het zwembad te gebeuren voor het lawaai en zo. En dat is eigenlijk het eerste stukje geweest van het kennismaken van kijk, ik versta de taal niet, maar ik moet gaan kijken wat er aan de hand is, wat er met die kinderen is. En het tweede is ook in de evenementen nadien, dus de evenementen die wij samen georganiseerd hebben. Mijn partner en ik, daar hebben we heel veel mensen ontmoet, heel veel groepen gezien. En uiteindelijk, als het allemaal goed georganiseerd is, dan sta je daar als projectverantwoordelijke sta je aan de zijkant. En dan kun je zien van aan het begin van het evenement tot aan het eind wat er gebeurt. En je ziet ook bepaalde patronen terugkomen van mensen. Mensen komen toe, ze zijn wat verlegen. Dan, naarmate dat de sfeer gebroken is, zie je eigenlijk ook een heel andere lichaamstaal. En dat is hetgeen wat mij boeide. En om den duur had ik daar ook goesting om daar iets mee te doen. Om met die interacties van de mensen aan de slag te gaan. En vandaar is eigenlijk mijn interesse eerst naar de lichaamstaal en daarna eigenlijk een domein breder emotionele intelligentie uitgegaan. Emotionele intelligentie is natuurlijk een heel ruim begrip. Hè. Daar zit van alles onder. Het is zelfinzicht in uw emoties. Uw emoties kunnen beheersen op de momenten dat het ertoe doet. Doelen stellen, jezelf kunnen motiveren. Een optimistische manier van leven. En dan heb je natuurlijk ook de relaties met anderen, het sociaal vaardig zijn, het kunnen begrijpen, het kunnen zien wat de mensen soms niet willen laten zien. Hè. Dat zijn allemaal eigenlijk allemaal elementen die onder emotionele intelligentie horen. Natuurlijk, als dat ook zo ruim is, dan zijn er ook verschillende zaken die je kunt gaan doen. Eerst en vooral moeten we gaan kijken, wat is er nodig? De ene mens, vrouwen bijvoorbeeld, zijn dikwijls vaak beter in het inleven. Mannen die zijn dan beter in zelfmotivatie, in doelen stellen, in plannen maken en die ook uitvoeren. Dus we moeten gaan kijken, wat is er hier nu wat ontbreekt? En daar koppelen we dan de juiste tool aan. Is dat op vlak van lichaamstaal, dan leren we ze eerst eens kijken naar hunzelf, hè, voordat we naar de ander gaan kijken. En ook, we leren ze ook kijken wat er niet te zien is bij iemand anders. Is het bijvoorbeeld een issue rond doelen stellen, dan leren we dat een doel dat niet te ver mag zijn, dat moet deelbaar zijn in kleine stapjes. Hè. Dat het ook iets moet zijn dat past bij hun waarden. En daarvoor moeten ze ook al weten wat voor hen belangrijk is. Wat is voor hen belangrijk in het leven? Hè? En als we dat weten, dan kunnen we daar ook keuzes en doelen aan koppelen. We leven ook in een kennismaatschappij. Van op school aan wordt, of van thuis aan wordt aangegeven dat punten belangrijk zijn. Hè? Ik heb altijd, ik vind het ook wel voor een stuk ergens leuk dat mijn kinderen goed scoren op school. Maar ik vind het ook even belangrijk dat ze met mensen kunnen omgaan. Omdat daar hebben ze later nood aan. Eens ze binnen zijn, IQ, dat is je ticket om ergens binnen te geraken. Maar EQ, dat is nog veel belangrijker voor mij, omdat dit ervoor zorgt dat je op professioneel vlak dat je met mensen kunt omgaan. Hè. Iemand die niet meer met mensen kan omgaan. De dag van vandaag, die gaat achteruit.